Schrijver Raoul de Jong heeft gisteravond in het Nationaal Archief zijn nieuwste boek Botobanya onder grote belangstelling gepresenteerd. De Nederlandse schrijver bevindt zich al enige tijd in Suriname om onder andere bekendheid te geven aan zijn literaire werken. De Botobanya is een rituele dans uit Suriname die ooit eerder door tot slaafgemaakten op de plantages werd gedanst. Met deze dansstijl vertelden ze het verhaal van hoe ze vanuit Afrika naar de nieuwe wereld werden vervoerd. De Jong vertelt dat hij dit boek schreef nadat hij onder andere zijn Surinaamse vader leerde kennen. Sindsdien was hij op zoek naar verhalen die een verband hebben met zijn familiegeschiedenis, waaruit het boek Jaguarman is voortgekomen. Na verder onderzoek naar de Winti-cultuur volgde het boek Botobanya. De boekpresentatie van de Jong, die bestond uit een interview door linguist Jerry Deunarijn, was een samenwerking van het NAS, de Black Archives in Nederland en NAX. Aan het eind van de avond konden de aanwezigen genieten van een banya-opvoering van NAX, waarbij ook de stijl van het gelijknamig boek van de Jong, de Botobanya, werd opgevoerd. Enkele aanwezigen mochten een exemplaar van het boek Botobanya in ontvangst nemen. De Jong schreef in maart 2023 het boekenweek-essay Botobanya dat op nummer 1 belandde in de Nederlandse bestsellerlijst.